het Zonnevee-college in Veldhoven worden deze week de Nederlandse kampioenschappen metselen gehouden. 12 finalisten uit heel Nederland strijden om titel Beste van Nederland. Maar voordat het zover is, moeten ze eerst een picknickset in elkaar metselen. Een vakjury beoordeelt de jonge metselaars op hun werkhouding, veiligheid en metseltechnieken. En het eindresultaat niet te vergeten. Het is belangrijk dat jonge mensen uit Nederland bij elkaar komen en dat ze aan het eind van deze dagen een mooi resultaat zien wat blijvend is. En dat is niet alleen een spelletje van een paar stenen wegleggen. Het is echt het proberen het vak zo maximaal mogelijk bij het begin van hun carrière zo goed mogelijk neer te zetten. Het Zonnevee College mag het NK dit jaar dan wel organiseren, maar onder de finalisten is geen enkele Veldhovense scholier. Nou, er zijn twee leerlingen in de voorrondes geweest, maar die zijn helaas niet in de prijzen gevallen. Dus dat vinden we wel jammer, maar het is wel zo. 12 beste moeten meedoen en ja, die zijn nu hier. De finalisten zijn woensdag hard aan het werk om van hun picknickset de mooiste van allemaal te maken. Je doet mee aan het Nederlandse kampioenschap in metselen, dus je bent een van de beste van Nederland. Wat vind je ervan? Ja, wel leuk. Voel je concurrentie? Jawel, want iedereen heeft eigenlijk hetzelfde kwaliteit, dus het zit er meer in een kleine beetje. En denk je dat je gaat winnen? Nou, we zijn goede tegenstanders, dus we zien het wel. Vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt. Hij mag zich dan voor een jaar de beste metselaar van Nederland noemen.